Toen ik 13 was, toen zat ik op voetbal. En het vreemde was dat ondanks dat ik 2 keer per week trainde en soms ook 2 keer per week een wedstrijd had, dat ik alsnog in gewicht aankwam. En daarnaast merkte ik dat ik steeds minder dingen kon onthouden. Dat het steeds langer duurde om huiswerk te maken en dat mijn geheugen mij ook in de steek liet. Mijn naam is Amanda van den Bergen. Ik heb de ziekte van Hashimoto. Ik dacht dat het al die tijd gewoon aan de puberteit lag. Maar toen ik te moe was om een glas water uit de keuken te gaan halen, ja, toen merkte ik dat het gewoon niet goed was. Dan moest ik ook huilen. Door mijn constante vermoeidheid kon ik niet meedoen met mijn leeftijdsgenoten. En dat zorgde wel voor onbegrip, want ik kreeg ook constant de vraag, ja, maar waarom slaap je niet voordat je dan naar een afspraak komt? Maar zo werkt het niet. Het enige dat mij hielp was het gewoon simpelweg accepteren dat ik nu gewoon een ander persoon ben en dit draag ik voor de rest van mijn leven mee. Ja, om beter met mijn energie en rust om te gaan heb ik grenzen moeten leren stellen. En dat is gewoon simpelweg door nee te durven zeggen tegen bepaalde afspraken of tegen bepaalde taken op werk bijvoorbeeld. Dus aan het begin dan denk je van oeh, dat is wel een beetje spannend om te doen. Je denkt dat mensen snel boos gaan worden. Maar uiteindelijk begrijp je dat het helemaal niet zo is. Ik kan nu veel beter mijn energie verdelen. Dus als ik werk, dan is het gewoon echt puur werken. Maar is de werktijd voorbij, dan is de laptop dicht, telefoon uit. En dan is het gewoon tijd voor mij. Ondanks mijn ziekte kan ik verrassend veel. Ik heb bijvoorbeeld een goede baan en een verantwoordelijke functie. En daarnaast kan ik ook gelukkig heel veel hardlopen. En ik ben begonnen met de muziekband. Met ons zessen oefenen we regelmatig. En dan ben ik de toetsenist van de band, speel ik op een keyboard. En dan hopen we dat we straks voor een heel groot publiek kunnen spelen. Ik heb heel veel gehad aan de besloten Facebookgroep van de schildklierorganisatie. Ik wilde heel graag mijn verhaal kunnen delen met hun. En daar heb ik ook hele goede tips uit gekregen. Jongeren denken dat ze alles op eigen houtje moeten gaan doen, maar ze weten niet dat de schildklierorganisatie ook voor hun er is. Dat ze daar ook informatie kunnen opvragen en dat er communicatie kan zijn tussen lotgenoten.